Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ik ben er weer, jullie enige in echte, Zeepie! In de vorige aflevering hebben we een heel erg catchy deuntje gehad. Hebben we iemand uit een slecht humeur gehaald. Gaat mijn telefoon af. Tenminste, dat is in de vorige aflevering ook. Ik weet niet hoe vaak geweest. En dat is dus een mailgeluidje. En hebben we dus zeg maar een bracelet gekregen. Waardoor dat we dus nu bombflowers kunnen gebruiken. Even een handig trucje. Mocht je die shop in willen gaan. Daar heb je dus zeg maar niet de bracelet voor nodig. Maar wat je dus kan doen. Is gewoon eventjes dit doen. Wachten. En de Goron Shop is voor jullie open. Nou, de Goron Shop heeft niet echt zoveel waardevolle spullen. Ik zal het heel eventjes laten zien. Die heeft 2 keer hartjes, een red tunic waar we niks mee kunnen, een red potion en 4 keer bommen die we dus niet kunnen. En hij zit er ook echt zo leuk bij. Moet je kijken hoe dat hij erbij zit. Welkom. We verkopen eigenlijk alleen maar rotzooi. Dus er is eigenlijk geen nut om hier te blijven zitten. Maar ja, het is mijn baan. Dus, welkom. Ik zie hoe dat erbij zit. Ik vind het een van de leukste shops in dit spel gewoon. Niet dat we er iets ooit hoeven te kopen, maar gewoon dat hij er zit en hoe dat die Goron erbij zit. Dat is echt een van mijn, ja, ik weet niet. Noem het een funny moment, noem het een leuk ding van het spel zelf. Maar ik vind het gewoon hilarisch. Nou, in de vorige aflevering hebben we dit ding draaiende gekregen. Dit is heel erg belangrijk voor een side secret dingetje dat we dus zeg maar nou kunnen doen. Omdat we nu bomflowers kunnen pakken. Hier in deze hoek zit dus zeg maar een bomflower. Die willen we oppakken. En voor bomflowers hebben we dus zeg maar wel eventjes de tijd. En die willen we dus zeg maar daar in die vaas gooien. Ik paal natuurlijk. Die willen we in de vaas gooien en dan gebeurt er een soort van slotmachine actie. En als je dus zeg maar 1 op 3 kans heb je erop, dus 33,333333333% tot het dus goed gaat. Hij zit erin. Dat is wat je zegt. Nou, kom op, ik heb nog nooit een grap gemaakt. Mag ik een keer? Alsjeblieft. Oké, nou eens even kijken. We moeten smiley face hebben. Dat is geen smiley face, dat is derpy face. We moeten smiley face hebben. Nou, oké, laten we het nog een keer proberen. Als we namelijk smiley face te pakken kunnen krijgen, dan krijgen we dus alweer een piece of heart voor elkaar. En die wil ik zeker eentje hebben. Dus, aangezien dat we er 36 van moeten verzamelen. Ah, kom op! You're too slow. Hou je mond, Sonic. Ah. Ja, je zou dit dus zeg maar ook later in het spel kunnen doen. Als je je eigen bommen bij je hebt, dan zou het natuurlijk ook nog kunnen. Heb ik hem? Nee. Maar ik vind het gewoon het leukste om het zo snel mogelijk te doen. Waarom? Omdat het kan al. Je kunt het al op dit moment doen. En dat vind ik het leukste. Dus ik vind het altijd leuk om dingen gewoon te doen voordat het eigenlijk zeg maar al de tijd is voordat je ze kan doen. En als ik nou mijn timing eventjes goed heb, dan weet ik tenminste zeker dat ik weer een keer de boom goed gooi. Dus probeer het nog 1 keer en anders gaan we gewoon eventjes knipperen en plakkeren en fietsventieldopjes erin. Fietsventieldopjes erin, hoor mij nou. Oké, smiley face! You spin me right round, baby, right round. En je geeft nu toch een smiley face. Daar ben ik blij om. Oké, nou, dat is eigenlijk een van de secrets die we hier zien uit de pakken kunnen krijgen. Dus we hebben weer een piece of heart. En dus hebben we er al, even kijken, we hebben er 2 hartjes. Dus dat is al nummertje 10. Ah, dat is snel gegaan. Nou, op zich zijn Piece of Hearts ook niet zo moeilijk te krijgen. Tenzij dat je de meet had van de gravekeeper maloot. Maar ik wil natuurlijk niet gaan lopen. Hoe noemen ze dat? Muggenziften? Muggenziften, toch? Dat is toch de vriendelijke versie van mieren. Ja, muggenziften. Dus ik moest er heel even over nadenken. Kan je nagaan hoe diep ik er wel niet in zat. Maar goed, we hebben dus de opdracht gekregen om dus naar de Dongo Caverns te gaan. Om daar monsters te verslaan. En dan zou hij ons dus de Spiritual Stone gaan geven. Nou, is hier nog 1 secret die we dus kunnen doen. Wat de bedoeling is om hier te doen, is je hebt hier dus zeg maar een bomflower. En deze Goron is een moron. Goron de moron. Or moron de Goron. I'm standing here to shade the bomflowers from the sun. Do you have a question for me?
Ik wil iets weten over de bonflowers. Those plants growing over there are bonflowers. They are mining plants that grow only on this mountain. The flower fruit is the raw material for bombs. But a non-Goron amateur should never pick the bonflower's fruit. They usually grow only in a dark place, so bonflowers that grow in a place like this are extremely rare. Okay, and over the Dongo's cavern? Did you see the cavern on your way here? That's the Dodongo's cavern. Because the light inside is very dim, the bomb flowers, a plant unique to this mountain, grow like crazy in there. Okay, wacht. Jij bent de Goron. En jij hebt de kracht dus, zeg maar, om die bomb flowers dus, zeg maar, op te kunnen pakken. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik heb die kracht nu ook. En dit was dus te veel moeite om gewoon s'avonds te denken van, nou weet je wat ik eventjes doe? Ik ga gewoon hier de bom gooien. En ik gooi mis. Doe ik heel even overnieuw. Zeepie de Dombo. Nou, doen we heel even overnieuw. Dus, Goron. Doen we even overnieuw. Doei. Dat was te veel moeite, Goron. Moron de Goron. Dat kon je zelf niet eventjes bedenken van, hé, zo kunnen we misschien die kever opengooien. Als ik nou met hem praat, wat zegt hij dan? I'm standing here to... Je hebt het nog niet eens gezien. Je bent echt blind. Maar dat maakt niet uit. Goed. Nou is er hier een kleine secret die we kunnen doen. Ik ga eventjes een secret doen. En daarna ga ik uitleggen wat we precies gedaan hebben. Wat we moeten doen is, we moeten de bomflauwen pakken, weggooien en backflips doen. Dat is praktisch wat we moeten doen. Dus je pakt de bomflauwer, voordat hij ontploft, een backflip hier. Als je dat goed doet, dan spring je dus zeg maar op de ledge van de Dongo's Cavern. En hierachter ligt voor ons een piece of heart. Nou, deze piece of heart is geen glitch. Deze piece of heart die staat hier altijd en is ook zeker de bedoeling om die te krijgen. Deze sprong daarentegen is eigenlijk meer dan een truc dan een glitch. Op het moment dat je die sprong dus zeg maar goed uitvoert, kun je dus op deze ledge terechtkomen en kun je dus de piece of heart pakken. De oorspronkelijke manier om dus zeg maar die piece of heart te pakken is om hier een zaadje in te plaatsen. En dus zeg maar te wachten een hele lange tijd voordat je dat zaadje kan gebruiken en dan naar boven toe kan vliegen. Maar ik vind persoonlijk deze manier is veel beter. Nou, we zitten pas 7 minuten in deze aflevering en er is dus helemaal niks meer. Ja, 7 minuten en 42 seconden zie ik hier op mijn timer staan. Maar er is dus niet echt veel meer wat we dus zeg maar buiten de grot kunnen doen. Dus ik denk dat we alvast een kleine chunk in deze aflevering van de dungeon gaan doen. Misschien dat ik zelfs nog de dungeon af kan maken in de volgende aflevering die dus maandag gaat plaatsvinden. Dus laten we daar maar gewoon mee gaan beginnen. Oké, nou, bomflauwertje, muurtje openen en hier zijn we bij de Dodongo's Cavern. Machtig ras hoor, die Dodongo's. Wauw. Oké. Nou, als het goed is, houdt Navi nou de rest de klep dicht, omdat we hebben de tutorial dungeon hebben. Ik moest het gewoon zeggen. Ik dacht bij mijn eigen Navi, houdt nou de klep dicht. Die gaat nou niet automatisch weer lopen te zeuren. Nee hoor. Het looks like we... It looks like a bit of a lava pit around here, so watch your step! Nou, ik wil eigenlijk jou erin gooien, vleugelvlieg, vleugelzirritant. Ik kan nog steeds de fairy slingshot gebruiken, hoor. De comment die was er echt heel goed over. Nou, wat we willen doen is, we willen als eerste linksaf. En dan pakken we hier de bomflower, want die gooi je hier dus overal. Wat zeker handig is, aangezien dat we met die bomflowers allemaal muren op kunnen blazen. Muren die we op kunnen blazen zien er heel erg overduidelijk uit hoe dat je ze en wanneer dat je ze op kan blazen. Nou hebben we hier dus zeg maar een nieuwe vijand. In elke Zelda game heten ze anders, maar ze zijn eigenlijk praktisch elke keer dezelfde. Navio heet ze ook alweer. Bimo's. Volgens mij heten ze overal Bimo's. In elke Zelda game zien ze er anders uit. In Wind Waker hebben we ook heel veel verschillende Bimo's gezien. En daar kwamen we dus zeg maar erachter tot Bimo's gekild konden worden door pijlen. Deze Bimo's daarentegen kunnen alleen maar gekild worden met bommen. Niet dat het mij iets kan bommen, maar ze zijn alleen maar te killen met bommen. Nou, hier hebben we dus zeg maar een shopkeeper. Nou, die shopkeeper die kunnen we dus zeg maar op twee manieren wakker schudden. We kunnen een dekkennut gooien en dan is het zo van la 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 la. I give up. If you let me go, I will sell you a Deku shield. It's 50 rupees. Nee, man.
Ik ben de hele tijd dat ik... ik druk per ongeluk op oké. Dat is het ergste. Ik ben de hele tijd gewend, zeg maar, dat ik op B... dat het automatisch cancelt. Maar dat doet het dus niet. Maar goed, eerste kistje. Je hebt wc-papier! Werd gerequest of ik die grap ook weer een keer in wou gooien. We hebben de dungeon map, oftewel wc-papier. Omdat in elke dungeon hebben we dus weer een map. En ja, nogal wie dus. Want ja, niet elke map zijn natuurlijk hetzelfde. Maar dat maakt niet zoveel uit. Goed, we zien dus zeg maar hier dat die deur dicht is. En dan ben ik niet echt een blij konijntje over. Maar volgens mij hebben we nou eens alles aan de linkerkant gedaan. Dus dan gaan we naar de rechterkant. Goh, wat interessant. Oké, okay, nou, mogen die plateautjes weer omhoog? Ik snap niet wie dit, zeg maar, activeert. Waarom dat deze zo omhoog en omlaag gaan, maar... Op en neer, heen en weer, keer op keer. Oké, okay, nou. Even de andere kant kijken. Je mist. I'm leaving! Oké, okay, nou, we hebben daar nog wel een andere bimo's en die wil ik eigenlijk ook gekild hebben. Het is een handig... Het is echt handig dat die bomflauwers hier overal groeien. Dus, maar ja, ik vind het wel grappig dat ze dus ook echt benadrukken van dat ze dus zeg maar alleen maar kunnen groeien in Dead Mountain. Dat vind ik echt wel mooi dat ze dat ook echt goed benadrukken. En niet dat jij je af gaat vragen van, maar waarom vind ik toch geen bomflauwers in pijn doen? Oh, van nee. Waarom vind ik toch geen bomflauwers en andere dingen? Dat was zinloos! Oké. Okay. Maar ja, bomflowers. Later heb je dus zeg maar gewoon bommen die je dus bij je kunt dragen. Dus ja, dan heb je bomflowers ook niet echt meer nodig. Oké, okay, nou, hier moeten we er eentje plaatsen. Ah, ik had hem niet. Ik had mijn schild verkeerd vast. Het was een. Het is vrijdag, jongens. Ik ben lui. Oké, okay, nou, als ik me niet vergis. Zitten hier mini-dodongo's? Ja! En deze mini-dodongo's die kunnen nogal vervelend zijn. Wat je met deze beesten wil doen. Dus je wil er eentje verslaan en de andere twee die volgen gelijk daarna. Let dus wel op het moment als je ze verslaat, dan worden ze nogal een beetje chagrijnig en dan proberen ze je dus te killen. Dan zitten er hier ook nog een dodongo. Maar die dodongo die willen we eigenlijk naar deze muur hierheen leiden. En als we hem dan hier killen, dan wordt deze dodongo een hele grote vriendelijke vriend. Want die blaast voor ons deze deur op en jullie zijn irritant. Jullie mogen gewoon sterven. Nou, dit is eigenlijk een secret area. Hier hoeven we dus eigenlijk niet te zijn. Maar wat hier dus zeg maar een voordeel is, is we hebben hier dus zeg maar een Skulltula. Die we dus zeg maar kunnen killen. En dan kunnen we dus zeg maar hier een token krijgen. Helaas zit hij net iets hoog voor ons. Maar doen we dus weer een bekende jumpsprong. Met gewoon dus zeg maar op A-druk als je Z-targeting doet. En dan heb je dus zeg maar weer een token erbij. Hartstikke handig. Leuk om te weten. Nou, voor families en friends. Nou, oké. Nou, jou weer eventjes killen. Als jij een vriendje skilt, dan ben je ook weer een vriendje. Goed zo! Zie je dat we niet een volledige kettingreactie kunnen krijgen? Zal wel leuk zijn. Komt die andere nog terug? Komt die andere nog? Nee? Oké. Okay. Nou, dan krijgen we weer een bekende bij elkezelfde dungeon. Dat je dus zeg maar standbeelden op switches moet plaatsen. Omdat switches ingedrukt moeten blijven. Daar hebben we deze standbeelden voor. Dus ja, gewoon weer precies hetzelfde als wat we in dungeon 1 hebben geleerd. Let goed op naar wat het blauwe knopje zegt. En je komt eigenlijk heel makkelijk door de dungeons heen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Oké, okay, nou jij staat daarop. Ik moet zeggen, deze dungeon... Ik vind hem heel mooi in elkaar gezet. En het is makkelijk omdat het nog, zeg maar... Het is pas de tweede dungeon. Maar ik vind het... Ja, het is wel, zeg maar, gewoon nog wel... Eigenlijk wel een rechte walk naar voren toe. Dat wel. Dus, maar vergeet niet, dungeons die worden later natuurlijk nog een stuk een moeilijker deur. Dus ja, vandaar. Dan weten jullie dat. Oké, okay, volgens mij krijgen we nou de midboss. Ja hoor. Deze meloten. Deze meloten zijn eigenlijk best wel heel erg makkelijk te verslaan. Wat je wil doen, is je wil gewoon een jump aanval doen. Wachten tot hun springen. En dan spring je zelf ook weer in een keer. Hun rennen dan weer weg en dan wil je naar de andere toe lopen. Dus je kunt achter ze na blijven springen, maar dat werkt niet. Want hun blijven dan voor je als een angst gaat wegrennen. Dus ik noem deze eigenlijk vaak watjes met waterpatatjes. Gewoon waterpatatjes. Oké, okay, hij slaat, ik spring... Vergeet niet, de jump aanval die doet zeg maar dubbel damage, hè. Dus in plaats van dat we ze nou dus zeg maar twee keer hebben geraakt, kun je het zien als vier keer geraakt hebben. Mooi. Hey dude, kom jij naar mij toe? Wat lief. Oké, okay, jij slaat eerst.
Sla dan. Ja. En jij bent er geweest. Drop je nog iets? Flame. Nou, waar is die andere? Hey, ik heb je broer gekild. Wil je nou wraak? Jammer! Hey, je hebt 1 hitpunt meer. Dat is niet eerlijk. Je hebt er dus eentje die sterker dan de andere. Ik weet het wel. Oké, nou. Deuren zijn opengemaakt. Het was een beetje pointless. Maar, ach ja, een battle kan geen kwaad. Ik bedoel, ja, hallo, we hebben een zwaard. Laten we hem dan ook gebruiken. Nou, deze muur hier is eigenlijk precies hetzelfde als de muur die we dus eerder hebben gehad. Alleen deze muur is een stuk makkelijker om te breken. Aangezien dat we hier dus weer een bomflower hebben. Dus net zoals net. Gewoon de bom bij de deur plaatsen. Wegrennen. En enjoy the firework. Nou. Volgens mij zat er achter deze deur niet echt veel boeiends. Als jij je mond even houdt. Wat verkoop jij? Ja, Deku Sticks. Ik wil geen Deku Sticks. Ja, ga maar naar huis. Probeer hem eerst te killen en daarna zeg je van... Ah, ik verkoop je wel wat stuff. Ik zou ze eigenlijk van je af moeten pakken. Ik zou eigenlijk gewoon die blaadjes van jou in de fik moeten steken. Oké, nou hier moeten we dus zeg maar een paar de dongo's verslaan. I can't wait to bomb some the dongo's. Het enige nadeel is de enige bom die we dus zeg maar hebben. Dat zijn de bomflowers. Dus ik leg ze graag recht voor in de snuffert. En het heeft geen effect. Weet je wat? Ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Nou, deze de dongo. De zwakte van de dongo zeg maar is dus zeg maar hun staart. En als je hun staart dus zeg maar een paar keer raakt. Hallo. Wat ben je irritant. En alleen voor mij. Oké, nou. Nog een keer. Oh. Ik krijg geen jump aanval op hem doen. Dat is best wel vervelend. Nee. Maakt niet uit. Even de rubies pakken. Als ik me niet vergis zijn er 3 de dongo's hier te vinden. Die we dus zeg maar kunnen killen. En in tegenstelling van de allereerste zelden. Waar de dongo's eigenlijk al in voorkwamen. Hebben ze dus zeg maar in deze zelden er wel voor gezorgd. Dat je ze dus zeg maar wel met een zwaard kan raken. Wat best wel grappig is. Hallo. Ja, nou raak ik je weer. En nog een keer. Boom. Oké, nou eventjes de Deku Sticks er even bij pakken. Want zoals we zien hier torches. En daarvoor verkocht die gast waarschijnlijk net ook Deku Sticks. Omdat we dus zeg maar hier het een en ander in de fik moeten steken. Was er nog eentje? Ja, er is er nog eentje. Die zit hier verborgen. Ik heb deze altijd liever eigenlijk gewoon out of the way. Je hoeft ze niet per se te killen. Doe jij mij nou schade? Stoute de dongo. Stoute de dongo. Sorry jongen, ik moet jou killen van de korons. Anders krijg ik een spiritual stone. En die heb ik nodig. Om de Triforce te vinden. Waarom dat we de Triforce moeten gaan vinden voordat iemand anders hem vindt, dat snap ik nou nog steeds niet. Maar die moeten we vinden. Auw. Ik stond te dicht bij jouw explosie. Maakt niet uit. Helfhartje. Yay. Oké, nou, de enigste torch die dus op dit moment actief is, is deze. Dus wat we moeten doen is eventjes hier snel doorheen lopen. En de 3 torches aansteken die we dus zeg maar hebben gevonden. Nou, er staat er eentje hier. Er staat er eentje hier. En er staat er eentje hier. Niet zo moeilijk dus. Waar ik eigenlijk zelf persoonlijk best wel blij om ben. Nou, als we dat voor elkaar hebben gekregen, dan komen we als het goed is weer in de main kamer terecht. En dan hebben we hier een switch. Die dus zegt nou, eindelijk de linkerdeur open gaat maken. Maar beste kijkertjes, dat avontuur dat wil ik natuurlijk bewaren voor maandag. Zoals ik al zei, ik wou niet te veel alvast in deze dungeon doen. Maar ik heb toch wel een hele chunk er al uit kunnen halen. Dus ik denk dat we maandag deze dungeon zeker helemaal compleet kunnen hebben. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Verder wil ik eventjes erop wijzen. Morgen om 6 uur gaan we weer livestreamen. Dit keer Mario Kart 8. Ik ga hem gewoon een online room maken. Dus heb je zelf Mario Kart 8 en wil je een keertje mee racen? Waarom ook niet? Doe gezellig mee, zou ik zeggen. Dus ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dus ja, tot morgen bij de livestream. 6 uur, Mario Kart 8. Tot dan. Doei!